In 1928 ging de oprichter van Holtkamper, Jelle Holtkamp senior, voor het eerst met zijn zelfgemaakte tent naar Ameland. En dat deed hij in de dresscode van die tijd. En vandaar dat jij dat pak aan hebt? Ja, zeker. Maar tegenwoordig kun je prima stijlvol kamperen op de camping. Glamping noemen ze dat. Het is eigenlijk kamperen, maar dan van alle gemakken voorzien. Dankjewel, James. Zonde van je pak. Nee, zeker niet. En helemaal niet met deze Cocoon Multitalent trailer. Hiermee kampeer je gewoon in stijl. En zoals die hier staat, wordt die ook geleverd. What you see is what you get. James, laat jij even de keuken zien. De tenttrailer heeft een luxe keuken en wat handig is, je kunt de boel gewoon 's avonds afsluiten. Zo ziet het er netjes uit, zonder dat James al zijn spulletjes hoeft op te ruimen. Dat is toch stijlvol? Daar waar ze in 1928 op stro sliepen, doe je dat nu op een lattenbodem met een koud schuimmatras van 2 meter. Deze is ook nog uit te breiden tot 2,10 meter. Handig voor de lange mensen onder ons. Daaronder voldoende opbergmogelijkheden voor alle luxe van thuis. En wil je nu nog meer bagage meenemen, dan kan dat. Namelijk dankzij deze softtop extender. Een extra strip, die rits je aan de top van de wagen. En zo krijg je 600 liter extra ruimte voor al je bagage. En op de Dissel standaard een fietsendrager voor 2 fietsen. Die overigens gewoon kunnen blijven staan op het moment dat je de wagen opzet. Dus een hele James is gewoon eigenlijk overbodig. James, you're fired!